Vandaag op de barbecue een echte Amerikaanse klassieker, Texas-style beef ribs. Ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue en vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ik jij beter kunt barbecuen. Dat doe ik met recepten, tips, tricks en reviews. Wil je daar niks van missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. En als je op het belletje drukt naast de abonneerknop, dan stuurt YouTube je een melding als er weer een nieuwe video online is. Vandaag gaan we aan de slag met beef ribs, een van de klassiekers uit Texas. Ja, het zijn eigenlijk sperribs van de koe. Soms worden ze hier short ribs genoemd, dan weer flat ribs. Beef ribs zijn verschillende benamingen, eigenlijk allemaal voor min of meer hetzelfde stuk vlees. Is onwijs lekker, is heel erg machtig en het is niet moeilijk om te maken. Als je barbecue een tijdje onder controle kan houden op dezelfde temperatuur, dan heb je zo'n rek beef ribs al snel onder de knie. Nou, ik ga je dat vandaag laten zien en laten we daarvoor de keuken induiken als eerste. Nou, dit is waar we vandaag mee aan de slag gaan. Zijn Black Angus flat ribs. Deze jongens komen bij beef en steak vandaan, die hebben dat. Dit is heel erg mooi grain fat. En dat grain fat betekent dat daar een hele mooie vetmarmering in je vlees zit. Nou, je kan het wel zien. Er zit heel veel mooi vet in en nou, dat zorgt voor extra smaak. Deze jongen gaan we eerst even uit plastic halen. Nou, zo zien ze er dan uitgepakt uit. Nou, je ziet hoe mooi die marmering is op dat stuk vlees. Dat is echt schitterend. Dat is alleen maar smaak en dat voorspelt heel veel goed. Als je kijkt, dan zie je dat er hier op dat vlees zo'n vlies zit. Silver skin noemen we dat. Het zal vast in het Nederlands een andere benaming hebben, maar dat kom je heel vaak tegen bij dat soort stukken werkvlees. En dat moet eraf, dus daar beginnen we mee. En dat is een kwestie van je mes onder dat vlies steken, opzij snijden, dat flubbertje vastpakken en het dan de andere kant op wegsnijden. Wat dat spul doet, dat trekt samen en dat wordt taai. En ja, daar heb je gewoon niks aan. Dat kan je niet eten, dat is een soort kauwgomballetje. En dat wil je niet in je eten hebben. Dus dat mag eraf. Nou, dit ziet er misschien lastig uit als je beginner bent, maar neem van mij aan, ik ben geen slager. En ik kan het ook, dus dit kan je zelf ook. Het is gewoon een kwestie van die vliesjes en de dingen volgen. Nou, hier zit een stukje vet, dat vind ik op zich prima. Het lijkt ook of dat vlies daar ophoudt. Dus dan pak ik alleen dit stuk. Dan kijk je even naar dat vet en dat is een heel klein laagje. Ja, dat vind ik op zich niet zo heel spannend, dus dat laat ik rustig zitten. Alhoewel, hier zit nog een stukje vlies. Ja, het is een beetje een randgevalletje. Nou, zo. Als er hele grote klompen vet zitten, dat heb je af en toe, dan haal ik daar wel een stukje van af. Dit is ook vrij hard, dus je zou dat een heel klein beetje. Ja, dan kom je daar toch weer uit bij dat vlies. Nou. En je wil gewoon dat er eigenlijk geen barrière zit straks tussen je kruiden en je vlees. Van iets waar de rook en de smaak niet bij kan. En iets wat er straks toch afgaat aan het einde, omdat het gewoon niet eetbaar is. Nou, hebben we deze kant gehad. Draaien we hem even een slag. Ja, het is eigenlijk gewoon met een beetje liefde dat stuk vlees langs. En er van het mooiste van proberen te maken. En als je dit doet, zorg dat je een goed scherp mes hebt. Ik gebruik een uitbeenmes. Dat vind ik heel prettig werken. Maar zorg ook dat dat aangezet is en dat je het scherp houdt. Ziet de bovenkant er uiteindelijk zo uit. Ik vind dat hartstikke netjes. Veel meer doe ik er niet aan. Gaan we naar de andere kant. Nou ja, dat is altijd een stuk waar allerlei debat over is. Van ja, daar zit een vlies op, dat moet eraf, dat mag erop op blijven zitten. Bij beef ribs, dat onderste stukje, dat eet je eigenlijk nooit. Dat is een soort, daar blijft er toch een soort membraan over, wat je niet gebruikt. Je kan het eraf trekken, dat is bij beef ribs heel lastig. Dit keer ga ik het insnijden. Dat gebeurt ook heel vaak. Dan kan dat vlies gewoon doen wat hij wil. Gewoon opfrommelen en allerlei, dat krimpt straks. En als ik het zo insnij in een ruitjespatroon, dan heb je dat probleem niet. Want dan kunnen al die individuele stukjes kunnen dat doen. En zo kunnen straks toch mijn kruiden en mijn smaakstoffen, mijn rook en zo, kunnen bij dat vlees. Zo. Dat is weer een ander trucje.
Bij sperrips zou je dat ook kunnen doen, maar ja, sperrips die kluif je helemaal op. Dus daar trek ik het dan meestal wel af en dan gaat het veel makkelijker eraf. Dus is het tijd voor de kruiden. Nou, de kruiden is een mix die ik zelf gemaakt heb. We maken Texaanse beef ribs, dus het is ook een Texas rub. Het is salt, pepper, garlic, dus zout, peper en knoflookpoeder. En dan heb ik er nog wat groot paprika poeder bijgedaan voor de smaak en voor de kleur. En dat is het eigenlijk wel. Nou, om dat te gaan laten plakken, je mengt dat van tevoren even goed door. Om dat te laten plakken doe je een heel klein beetje olie op je vlees. Een filmpje. Dus goed even de hele ding in olie. Vergeet ook vooral altijd de randjes niet. Want ook daar wil je die kruidenkorst straks hebben. En het hoeft echt maar een heel dun filmpje te zijn. Het is alleen maar een plaklaagje voor je kruiden. We beginnen altijd met de achterkant. De presentatiekant wil je netjes houden. En dan brengen we daar op het gemakkie een mooi laagje kruiden op aan. Vergeet die zijkantjes niet. En dat drukken we straks even aan. Zo'n kruidenmix, dat noemen we in barbecue-land ook wel een rub. Maar in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wrijf je dat niet in je vlees. Want als je het in je gaat wrijven, dan ga je alle grote delen heen en weer wrijven. En dan krijg je opeenhopingen van smaak op één plek. En dat is dus niet de bedoeling. Als laatste de kant die straks boven komt te liggen. En je ziet, ik ben niet te zuinig met deze rub, ondanks dat het heel veel zout en peper is, maar zo'n stuk vlees kan het hebben. Straks wordt dat allemaal een heel stuk milder van smaak en dan pikt het nog wat rook op en dan, ja, bij elkaar wordt dat heel erg lekker, maar dit is niet overdreven veel. Ondanks dat het zoveel lijkt, maar het is ook 2 kilo bij elkaar aan vlees, dus dat mag... Het mag wel wat hebben. Even dat zout niet te veel in die holtetjes. Zo. Nou, dan is deze jongen klaar voor de barbecue. En daar gaan we dan nu naartoe. De barbecue waar ik vandaag met Texas Beef Ribs op ga maken is de Weber Summit Charcoal. Het is een dubbelwandige barbecue van Weber. Die heeft een diffuser plate, dus net zoals in een Kamado zit, een plate setter. En die zorgt ervoor dat je heel goed indirect kan barbecuen. En de dubbelwandige zorgt ervoor dat hij heel stabiel is in temperatuur. Nou, ik gebruik de Minion methode. Dat is bedacht door Jim Minion voor in zijn WSM in de tijd. Je begint met gedoofde kolen. Wat je eronder ziet, die grijze, dat zijn gewoon oude kolen van vorige sessies. Die gebruik ik erbij. Daar liggen wat verse kolen bovenop. En hier gaat een kleine hoeveelheid brandende kooltjes op. En dan... Ja, brand dat langzaam op en dan heb je heel lang een mooie temperatuur. Nou, die kooltjes leg je erop en die verdeel je een heel klein beetje. Dat is allemaal niet zo heel erg spannend. Het is trouwens een klein kolenstartertje van Ecobrasa. Dat is precies genoeg voor dat soort dingen. Onwijs handig. Volgens mij heeft barbecues, dus mocht je op zoek zijn naar zo'n ding, kijk daar even. Nou, beef ribs die kunnen, hoe heet dat, best wel wat rook gebruiken. Dus daar gaat hickory bij. En ik doe er 2 in het vuur. Of ja, 1 in het vuur, 1 naast het vuur en 1 iets verder weg. Als het vuur dan langzaam opbrandt, dan heb je straks ook weer rook. Dus dan hebben we over gedurende langere periode hebben we rook. Nou, dat is de opstelling qua kolen. Mag de plate zetten erin. Nou, je ziet, het is een dubbelwandige. Die gaat erin. De lucht en de rook kan eromheen. Ik doe er altijd nog een lekbakje op. Dat is wel zo handig, want dat houdt mijn barbecue een beetje netjes. Al is dat niet helemaal gelukt, zoals je ziet. En dan mag het rooster erin. Nou, is de hele opstelling klaar. Kan het vlees erbij. Nou, plaatsen we de ribben mooi boven de lekbak. Ik plaats zo nog even de voeler voor mijn thermometer. Kan ik hem
binnen in de gaten houden, hoef ik niet telkens op en neer te lopen. En dan zet ik de temperatuur in op 120 graden. 110, 120, een beetje aan de bovenkant van low en slow. En dan mag hij op zijn gemakkie zo 3-4 uur staan. En wat ik wil is dat de bark, dus die kruidenkorst aan de buitenkant, dat die straks vast zit. Dus als je er tegenaan duwt straks, dat dat allemaal vast zit. Als dat gebeurd is, gaan we hem inpakken, maar tot die tijd mag hij zo in de rook. Dus tot over een uurtje of 3. Doe je dit nou in een andere barbecue dan in de Weber Summit Charcoal, dan gebruik je natuurlijk gewoon de indirecte methode. Dus bij een Kamado doe je de plate zetter eronder. En in de gewone Weber dan leg je een snake of je doet de minion methode. Het werkt allemaal helemaal prima. Ik zal nog een linkje bovenin zetten en in de beschrijving over hoe je dat dan doet. Dus dan kun je dat daar op je gemak nalezen. Nou, zijn we 4 uurtjes verder. Ziet hij er zo uit. Nee, de mooie bark zit mooi vast. En dan gaan we hem inpakken. Ik doe dat vandaag op butcher paper. Dat is Amerikaans slagerspapier. Butcher paper zorgt ervoor, als je het inpakt, dat die bark, die korst die we net gemaakt hebben, dat die wat krokanter blijft. Met folie, dan wil dat nog wel eens wat sompig worden. En ja, dit werkt daar goed voor. Nou, je ziet dat de botten er al aardig door beginnen te komen. Die kan je een heel klein beetje helpen door dit even opzij te duwen. En je ziet het vet er al tussenuit lopen. Want anders trekt hij soms scheef. En ja, als je hem een heel klein beetje helpt aan allebei de kanten, dan gaat het allemaal wat netter, dat proces. Nou ja, dat is een kwestie van inrollen. Mag hij zo weer terug op de barbecue. Nou, zoals je ziet, butcher paper van Traeger. Die pallet grills komen tegenwoordig overal. Dus overal waar ze Traeger hebben, kunnen ze dit ook voor je regelen. Zo hartstikke fijn spul, dus kijk daarnaar uit. Ik plaats meteen de kernthermometer. We richten op 90 graden. Dan begint hij aardig in de buurt te komen. En dan gaan we voor de rest voelen. Gaan we met een thermometertje even prikken met een voelertje of met een satéstokje. Maar voorlopig houden we even 90 graden aan. Dus gaat deze jongen de barbecue op, plaats ik het andere thermometervoeler erbij. Nou, inmiddels weer een paar uurtjes verder. Een uurtje of 2-3. En de thermometer heeft 95 graden aan. Is het momentair om te kijken hoe gaar die is. En dat doe je door te prikken in je vlees. En dat moet erin gaan als in zachte boter. Nou, daar is hij teruggetrokken. Nou, deze is redelijk. Is die in de buurt? Ik wacht nog 2-3 graden en dan ga ik nog een keer testen. En dan mag hij er wat mij betreft wel af, denk ik. Nou, we zijn 6 uur verder. De ribs zijn ongeveer 93 graden. Nou, dat is. Het gaat echt als boter erin. Dan is die klaar, dan mag hij eraf. Wat we dan gaan doen is, we leggen even het papier open. Dan kan hij een beetje ademen. En daarna pakken we hem weer in en dan laten we hem een uurtje rusten. Ja, dan kunnen we hem daarna aansnijden. Maar dat rusten is even belangrijk. Het kan alle spanning uit het vlees. En dan is het extra lekker. Nou, dan is dit uiteindelijk het eindresultaat. Van één zo'n rib kan je makkelijk twee mensen te eten geven. Of als je een hele grote eter hebt, dan kan die er wel één op. Maar het is heel erg machtig. En ja, serveer er wat simpels bij. Een lekkere salade, koolslaw, aardappelsalade, gepofte aardappel of iets dergelijks. En dan is je maaltijd wel compleet, hoor. Ja, dat waren ze dan, de Texas Style Beef Ribs. Met recht een klassieker, want ze zijn echt heel erg lekker. Je zag het, ze zijn niet heel erg moeilijk om te maken. Als je die barbecue op temperatuur kunt houden, dan kun je dit ook maken. Dus doe dat een keer. Vond je dit een leuke video? Heb je er wat aan gehad? Like hem dan. Heb je vragen, opmerkingen? Wil je gedag zeggen? Doe het in een reactie hieronder. Wil je meer van mijn video's zien? Kan ik me voorstellen. Abonneer je dan vooral op mijn kanaal. Druk op dat belletje naast de abonneerknop. Dan krijg je van YouTube een melding als er weer een nieuwe video online is. En dat was hem dan weer voor deze week. Tot de volgende!